Happy Vlogmas Day 17, guys. Vandaag ga ik weer really vloggen. Ja, ik was er vanaf 5:30 wakker. Omdat een video die gisteren dus online is gekomen. Mijn favorite van de maand december. Qua YouTubers, die heb ik uiteindelijk 3 keer moeten uploaden. Omdat hij elke keer hangend beeld gaf. En nu, ik heb hem net weer geüpload. En ik heb hem gecheckt, hij is helemaal goed gegaan nu. Dus, view. Ik kan daar echt voor wakker blijven, guys. Om een vlog of een video die niet goed is geüpload voor jullie te herstellen en overnieuw te doen. Of een oplossing te vinden. Maar ik heb nog maar 10 minuten om me klaar te maken. En dan moet ik weg. Dus ik ga hem snel aankleden. Ik heb eigenlijk mijn kleding die ik gisteren ook aan had, heb ik weer aan. Maar ja. Wat ik vandaag trouwens ga doen is, ik ga zo meteen naar stage tot 5:00. En dan ga ik naar Rotterdam, want ik heb een event van de Body Shop. Echt super vet. Dus een Christmas achter iets. Dus daar ga ik heen en dan ga ik ook vloggen voor jullie. Ja, ik ga even mijn kamer, even mijn bed snel doen en omkleden. Ik ben alweer een tijdje thuis. Het is nu ongeveer 11:00. Ik heb de hele dag niet gevlogd, omdat ik heel druk was bezig met stage. En toen wilde ik zeg maar naar de Body Shop gaan. Dat wilde ik vloggen. En toen kwamen we daar aan. Ik en Cindy. En toen was het dicht. Of geen idee. Het was dicht. Dus ik naar die verkoper gegaan van ja, goh. Ja, ik heb een uitnodiging gekregen of ik naar de Body Shop wil komen of zo, bla bla bla. Voor een Christmas event. Zei die vrouw, ja dat was, maar dat was maar 2 uurtjes en het was van 3 tot 4, 5 of zo. Dus ja, het hadden ze niet in de mail gezet, maar in de mail hadden ze van 3 tot 5 of van 5 tot sluit. Zeg maar, ja, ik weet tot niet hoe laat het sluit is. En meestal bij zo'n event shit ding houden ze het winkel meestal open. Dus dat vond ik ook heel gek. Dus toen ben ik helemaal voor niks naar Rotterdam gegaan. Alleen maar om te eten bij de McDonald's ben ik gegaan. En voor de rest niks. Ja, ook heel random. Ik zat op stage. En ik kreeg een mail van Hitkrant. Nou, dat krijgt iedereen wel, toch? Heel vaak. Van dat ik had meegedaan aan een wedstrijd. Om meet and greet te winnen met Mean Street. Nou, ik dacht, wauw, sinds wanneer heb ik me hiervoor opgegeven? Maar die meet and greet had ik dus niet gewonnen, maar ik had wel 2 tickets gewonnen voor de Christmas show. Die vrijdag, dus morgen voor jullie, in de Brabant Hallen is, in Den Bosch. Dus koop je ticket nog snel op de Hitkrant site. Linkje zal in de beschrijving staan waar je tickets kan kopen voor dit event. Dat is dus vrijdag met onder andere Dave Roefink, Stuk TV, Sharon Dorsen, hier nog meer. Manuel en Geza, volgens mij. Vergeet ik er nog één? Weet ik niet meer. Maar ja. En ook ging mijn Twitter vandaag. In de avond helemaal over Enzo Knol, over wat er is gebeurd of zo. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar het enige wat ik weet is dat Stuk TV een prank heeft uitgehaald met Enzo Knol of zo. Dat is het enige wat ik weet. En voor de rest, Enzo Knol gaat zometeen, in de uitzending van gisteren, laat ik het zo zeggen, van RTL Late Night, fictatisch verhaal. Dus ben je benieuwd wat er is gebeurd, kijk dan even RTL Late Night terug. Van Huberto Tan. Dan, over Huberto Tan gesproken. Ik ga er nu 2 filmpjes achter dit beeld plakken. Van Udeska. En voor de mensen die het weten, ik ben fan van Udeska. Ze maakt superleuke sketches. Eigenlijk is het Jan Dino. Maar er zijn 2 scènes die ik echt leuk vind. En die ga ik jullie nu laten zien. Precies, dat weet ik niet. Maar dat doet me wel denken aan mijn droom. Dat is voor weer het vandaag, hoor. Vandaag is echt ook het kut weer. Enig idee wat de rest van de week wordt? Ook kut weer. Eigenlijk alles. Improviseren doen we niet. Hou je van je tekst? Lolo, hoe kan ik van mijn tekst houden als jij je collega's mij die tekst hebben gegeven? En waar moet jij mee? Omdat ik er niet meer tegen kan. Je bent al 2 weken, ben je elke dag aan het liegen in de serie. Hoe weet je dat al? Lees het script, Tom. Daar ben ik weer. Dus dat.
En vandaag is er, vandaag voor mij zijn er twee, gisteren voor jullie zijn er twee video's van aangekomen. Een vlog en de favorites. Binnenkort wil ik ook weer een nieuw favorite gaan opnemen, maar dan niet qua YouTubers. Maar qua snoep of whatever, of beautyproducten die ik geweldig vind. Laat me even weten wat jullie willen zien. Of misschien een video over kleinere YouTubers, die ik ook wel leuk vind om naar te kijken. Zodat, ja, ik ga nu even mijn joggingbroek aantrekken, want ik ga zo namelijk de deur uit. Om 12:30 ga ik mijn zusje ophalen. Die had vandaag schoolfeest. En dat was, vond ze wel super vet, volgens mij. Maar dat ga ik helaas niet meer vloggen, omdat ten eerste de vlog moet, ga ik vanavond straks al bewerken. En nadat ik haar heb opgehaald, ga ik gelijk slapen. Dus ja, vandaag wordt het, sorry guys, dat het een beetje weer een kletsvideootje is. Maar dat vind ik ook wel even leuk, een keer. Ik beloof dat jullie vrijdag, zaterdag, zondag leuke vlogs komen. En dan daarna is het natuurlijk kerst. Oh, ik ga er gewoon even bij zitten, want anders is het... dan is het natuurlijk kerst. En dat wil ik wel filmen, want ik wil... Iedere dag wil ik wel wat gaan doen. Ik wil ook meer mijn camera erbij pakken. Want nu heb ik echt het idee dat ik helemaal mijn camera er niet bij pak. En dat vind ik ook wel echt niet kunnen. Ik zit trouwens op mijn bed voor de mensen die dachten van wauw, wat achtergrond. Wat voor achtergrond heb jij? Ja. Nee, dus. Ik heb best wel druk. Zaterdag heb ik echt druk. Dan ga ik eindelijk de Q&A opnemen met Jamira. Want ik had heel weinig tijd de afgelopen weken. En dus doen we het zaterdag filmen en dan zondag of misschien weer woensdag twee video's online. Dus dat soort chill. Auw, ik heb hier ook in mijn voet. Dus ja. Dus ik ga zo meteen even mijn SD-kaart helemaal leeg maken van mijn camera. Dan heb ik weer vlogs. Beelden voor de vlog die jullie nu zien. En dan hebben ze mijn camera ook leeg. Omdat ik dan morgen weer heel veel kan filmen voor jullie. En dan vrijdag weer heel veel kan filmen. En zondag weer, of zaterdag heel veel kan filmen. En zondag. Dus ik breid er bij deze ook een einde aan. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlogmas. Ik hoop dat jullie hem echt leuk vonden. En tot de volgende keer. Of nee, tot morgen. Doei doei.